laatste maanden, jaren toch hebben gezien dat we een stap hebben gezet. Ook in moeilijkere wedstrijden hebben we een resultaat kunnen behouden en halve finale kunnen winnen tegen Duitsland namelijk. Dus Duitsland was zwaar favoriet en nu dat we zien dat we echt tegen die landen niet alleen meespelen, maar echt tegen kunnen spelen en winnen en het moeilijk maken, dat geeft natuurlijk een enorme boost en een vertrouwen naar het WK toe. Ik denk ook dat iedereen die meedoet aan het WK een goede tegenstander is. We zijn zeker niet het favoriet en dat gaat ook niet zomaar gebeuren. Dus, nee, ik denk dat we tegen de drie ploeg kunnen winnen en dus dat moeten we ook op spelen. Ik denk dat het moeilijk is als je semi-professioneel als professionele traint en je ziet elkaar 4, 5, 6 keer per week en je gaat ook met elkaar heel veel weg en zo. Is het toch wel altijd beter dat er een goede sfeer is en dat is er bij ons gelukkig wel. Als je voor geld wilt spelen, dan moet je een andere ploeg en een andere sport kiezen. Maar nee, behalve de persoonlijke satisfactie en die je hebt dan met je teamgenoten en zo, krijg je daar financiële geen tegenprestatie. Ik denk dat we gelukkig in België echt waarschijnlijk de beste supporters hebben van de wereld. Waar we ook gaan komen supporters. Hier in Londen is altijd een beetje moeilijk omdat toch wel een bepaalde reis moet afleggen, maar ik ben er zeker van dat mensen gaan afkomen. En we zeggen het ook op het TK, de KB mensen waren dat we echt bijna een tribune vol hadden. En het is niet gemakkelijk, want alles was sold out in Holland.